Dag Tiam, vandaag een nieuwe spellingsles en deze week gaan we het hebben over woorden met ai, ooi en oei. Ik ga opnieuw een tekst lezen en dan gaan we op zoek naar woorden met ai, ooi of oei. Hallo vriendjes van Tiam. Het is juf Sophie. Ik vind het heel saai dat we nooit naar school mogen. Gelukkig is het mooi weer, want anders zou ik heel verdrietig worden. Er is wel veel wind, want ik zie blaadjes van de bomen waaien. Het is nu lente en dan zie je de bloemen bloeien en de koeien loeien. Het gras groeit ook weer snel. Dus dat moeten we nu weer maaien. De vogeltjes fluiten veel en maken in de ochtend veel lawaai. Eerst gaan we op zoek naar woordjes met ai. Saai. Waaien. Maaien en lawaai. Nu gaan we weer zoeken naar woordjes met ooi. Nooit. Mooi. En dat was het al. Dan als laatste moeten we nog zoeken naar woorden met oei. Bloeien. Koeien. Loeien. En groeit. Zo. We hebben alle woordjes gevonden. Nu gaan we eens kijken hoe over wat deze klanken ai, ooi en oei zijn. Zoals jullie al weten, als je een woord hoort, hoor je klanken. En klanken die bestaan uit letters. Soms bestaan ze uit één letter, zoals t, b, u en s. Zij hebben één letter voor één klank. Maar soms hebben wij ook klanken die bestaan uit twee letters, zoals e, i, n en u. Je gebruikt twee letters, maar je hoort één klank. Zo heb je dus ook klanken die uit drie letters bestaan, zoals ai, ooi en oei. Je ziet drie letters, maar je hoort één klank. Ik geef van elke klank nog eens het voorbeeld. Bij ai heb je bijvoorbeeld het woordje hai. Je hoort ai, maar we schrijven ai met de i achteraan. Maar je zegt in één klank ai. Voor ooi gebruiken we het woordje kooi. Je hoort ooi, maar je schrijft ooi met een i achteraan. Het is één klank ooi die nooit verandert. Voor de klank oei
gebruiken we het woordje gloei. Je hoort oei, maar we schrijven oei met o, e, i. Maar de letters horen samen en vormen de klank oei. Ai, oi en oei zijn meer tekenklanken of klanken die uit meer dan twee letters bestaan. De letters horen samen en vormen maar één klank. De klanken ai, oi en oei worden steeds op dezelfde manier geschreven. De manier die je hier ziet staan bij het potlood. Als je dat weet, kun je geen fouten maken, want meer tekenklanken veranderen nooit. Daarom zijn de woordjes haai, kooi en gloei hoorwoorden. Je moet schrijven wat je hoort. In je bundel van spelling vind je een woordenlijst met allemaal woorden met ai, oi en oei. Je kan deze daar al eens bekijken. Het staat op pagina 11. Je kan de woorden ook allemaal eens beluisteren door naar de website te gaan bij mijn klas, klas Tiam. Daar spelling woorden met ai, oi en oei aan te klikken en dan ga je ergens naar de opname kunnen luisteren van de woordenlijst. Nu is het tijd om oefeningen te maken. Hoe je deze oefeningen moet maken, kan je bekijken in het tweede filmpje.